Alle audiofragmenten die jullie horen is allemaal in een hele andere context geplaatst, maar namelijk in de context van deze video. De echte video's van de YouTubers zal ik in de beschrijving linken, zodat jullie de echte context ook van de video's of streams te zien krijgen. Veel kijkplezier! Hallo, welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan jullie namelijk zien hoe Enzo Knol als leraar in de klas staat. Voordat wij verder gaan, laat natuurlijk even massaal dat blauwe duimpje achter. Als jij een like achterlaat op deze video, krijg je namelijk extra geluk in je leven. Ja, wie wil dat nou niet? Kunnen wij voor de 150 likes gaan? Het zal super dope zijn. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal, mocht je het niet hebben gedaan. En hoe zal het uiteindelijk gaan als Enzo Knol als leraar in de klas staat? Zal het een gezellige boel worden? Of zal het een grote drama worden? Daar gaan jullie achterkomen in deze aflevering. Hallo dames en heren en welkom in mijn klas. In deze klas heb ik jullie wat uit te leggen. Maar voordat wij gaan beginnen, misschien even tijd voor een voorstelrondje. Wie is iedereen en wat maakt jou zo bijzonder in vlogkunde? Ik kan jullie alles uitleggen vandaag over vloggen. Maar eerst even jullie namen. En ik ben benieuwd wat jullie te vertellen hebben. En of jullie vragen naar mij hebben. En wie ben jij? De gozer die voor mijn neus zit aan de rechterkant. Hey, ik ben Just Nicolas en dit is wat je op mijn kanaal kan gaan verwachten. Wat zit je nou je eigen kanaal te promoten, joh? Hè? Nou, oké, vertel. Wat houdt je vooral bezig dan in je dagelijks leven? Ik bespreek ook alle nieuwtjes in YouTube België en YouTube Nederland. Dat kan gaan van Enzo Knol tot rappersjurs en noem maar... Zeg, hoor ik nou gewoon mijn eigen aanvallen, joh? Hè? Wat heb je over mij te bespreken dan? Maar goed, dan weet je dat ook in ieder geval weer. Heb je nog een vraag aan mij wat je aan mij wil stellen of iets dergelijks? Of heb je nog iets over jezelf te vertellen? Hey Enzo, waarom komt Dene weer in beeld in de video? Oké. Duidelijk, jouw beurt is al lang geweest, jongen. Je bent gewoon een crime serie gestart of zo. Ik ga lekker door naar de volgende gast. Wie zit er naast je trouwens? Ik ben benieuwd. Stel je eens voor. Trouwens, voor de hele context, ga even naar Paul's video toe. Dan weet je in ieder geval waar de video over gaat. Ik link hem in de beschrijving. Yo, gastelijk King77NL, oftewel Paul. De gaming teacher, wat ik genoemd. Ik ben 36 jaar, 2 kinderen en een vrouw en ik speel games, yes. Oh ja, natuurlijk Paul. Ik ben vroeger ooit fan van jou geweest. Je bent een toffe vlogger. Maar goed, vertel het verder. Het glits om de kut, Hufter! Ja! En dat Erik ligt op, hè? Paul. Gattenman, bro, what the fuck? Oh, oké, nou is QC aan de beurt. Zeg eens QC, wat heb jij tegen mij te vertellen? Wie ben jij, man bro? Ik ben benieuwd. Yo, ik ben QC. Ik ben ondertussen al papa. En eventjes tussen ons en zijn knol. Jij bent misschien wel mijn leraar, man bro. Maar ik had al lang je vader kunnen zijn, weet je. Daarnaast hou ik heel erg veel van gamen en Fortnite spelen. Kijk hier maar een shotje voor mij. Nee! Ik zou! Dit is het domste ooit, jongens. En nou ik heel veel grapjes maken. Dus nu maar geen Snorlax. En wie is die guy naast QC dan, hè? Stel eerst voor. Hallo, mijn naam is Delano. Ik maak ook YouTube-video's. Ik ga trouwens even dikke vette zelfpromotie maken. Abonneer eventjes op het kanaal. Ga eens even heel snel weg met je zelfpromotie, joh. Hè? Stel je gewoon normaal voor. Oké, wat moet ik zeggen dan, hè? Wat wil je horen? Oké, leuk. Nou, ik maak video's en ik zet heel graag andere YouTubers in de titel omdat ik zelf niks heb. Want ja, je moet toch iets om een keer weer views te halen, hè? Want anders kan ik weer geen views halen. Want ja, ik ga geen video's maken waar ik geen views op pak. Dat is gewoon pure waste of time and no money for me. Dus ja, heb ik jullie maar nodig om views te pakken op mijn eigen video's? Stiekem ben ik gewoon zelf zo kut en saai dat niemand naar mij wil kijken. Ja, inderdaad, Alana. Je bent inderdaad super saai. Niemand vindt je leuk. Ga maar gewoon weg, hè? Stoppen met YouTube. Zo, daar hebben we een tijdje geen last meer van. Goedemiddag iedereen, sorry dat ik zo laat in de klas ben. Maar ik ben er in ieder geval weer. Je hebt in ieder geval de eerste 4 voorstelrondes gemist. Heel erg goed gedaan, Ties. Dikke vette GG. Ja, sorry, ik moest even mijn frikandelbroodje halen. Dus vergeet me maar gewoon. En wie ben jij dan, Ties? Stel jezelf eens even voor. Ik ben Ties. Ik ben heel erg populair op school. Alle vrouwen zitten achter mij aan. En ik kom elke dag te laat in de klas omdat ik een frikandelbroodje moet halen. Daarnaast ben ik ook altijd hierdoor te laat met uploaden. Daar zijn mijn kijkers niet zo heel blij mee. Sterker nog, ze bedreigen mij gewoon dat ik te laat ben. Maar ja, dat is dus een beetje het probleem. Dus ja, ik ben wel eerlijk over mezelf dat ik gewoon heel erg veel van frikandelbroodjes hou. En dat ik niet van andere dingen hou. Je hebt op niks getypt met je bebukkelde, bepuste kutkop. Met je verrukte aids waffel die nooit neukt. Kom je in de stream het eerst met je zegt dit.
Doe je dat ook gewoon als je in een kroeg op een wijfhap stapt? Je bent best lelijk. Nou zeg Paul, dat hoef je ook weer niet te doen, hè. Ik weet wel dat jij de leraar van YouTube bent en ik ben jouw leraar hier op school. Maar dat betekent niet dat jij ineens gewoon teams mag uitschelden voor... Nee, doe maar gewoon niet, oké? Ik denk wel dat we iedereen gehad hebben, want Royalistic zat de vorige keer in jullie klas als docent. En die andere twee, boeit me niet. Vlogkunde. Jullie hebben afgelopen periode een opdracht gemaakt dat jullie een vlog moesten maken. En ik wil kijken hoe Famke Louise haar eerste vlog is geworden. Laat maar eens zien naar de klas. Ik heb ook vaak meegespeeld in de video's van Armo en Kwai. Oh mijn god. Hoe zoom ik dit uit? Oh kut, ik zoom weer in. Nou, zoals jullie zien moet ik ook even een beetje wennen aan de camera. Heel erg grappig dat jij gewoon een oude vlog van jezelf laat zien, Famke Louise. Wat is er nou weer voor gedoe? Oh nee, voor hetzelfde geld. Mensen hebben gewoon een meme van jou gemaakt. 5,5. Maar puur die 5,5 puntjes voor de moeite. Maar dat inzoomen en uitzoomen was echt niet nodig geweest. Volgende video is van Paul. Eens even kijken wat hij heeft ingestuurd, jongens. Ik neuk me helemaal... Beste Lucky Suki. Ik neuk me werkelijk helemaal de tyfus. Echt, man. Met een vrouw. Bedankt voor de informatie, Paul. Ik vind het een mooie vlog geworden. Lekker door naar de volgende. En de volgende is Deli. Yes, ik mag mijn vlog laten zien in zijn knol. Niet. Oké. Dus Nicolas, laat jij je vlog maar eens zien. Ik ben benieuwd wat voor vlog jij hebt gemaakt. Het is mij ook heel vaak gestuurd geweest, maar Enzo heeft echt wel duidelijk in die vlog gezegd. Dit is niet fake, jongens. Dit is niet nep. Ik ben hier... Ik weet ook niet wat mij overkomt. Waarschijnlijk zal het dus zo zijn dat Isa gewoon liegt en dat Enzo gewoon gelijk heeft en dat Enzo dus niet aan het liegen is. Jongen, dit lijkt er wel net een crime serie, man. Maar ik ben benieuwd wat de klasgenoten over deze gozers hebben te zeggen. Laat eens even horen. Oké, dan moet je even luisteren naar mij, man, bro. Oké, laten we even beginnen met Famke Louise. Famke Louise, je zoomt veel te veel in, man, bro. Wat is dit voor vloggedrag, man? What the fuck? Weet je, dat moet je gewoon niet doen, man. Paul, bij jou. What the fuck zit je allemaal iedereen uit te schelden, man? Wat is dit voor gedrag? Maar hey, ik voel het wel lachen, want ik kon er wel aan lachen. En als ik om kan lachen, vind ik dat helemaal goed, man, bro. En Just Nicolas, wat ben jij een crime serie aan het starten of zo? Je bent mijn grote vriend en zijn knollen aan het exposen. Doe even normaal, man. En omdat ik de druk niet meer aan kan, sluit ik ook gewoon gelijk de les af, jongens. Heb jij genoten van deze video? Vergeet dan geen like achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En wil je namelijk een part 2 van mij zien? Laat achter in de comments. En dan zie ik jullie weer terug bij een nieuwe video. Later, mensen.